ho. Start Eerste Nationale, de zoveelste aflevering. Er werden een aantal voorstellen gelanceerd vanuit de clubs richting KBVB. 3, soms ook wel 4. Vraag is natuurlijk richting Thomas Beenaert, operationeel manager, wat nu uiteindelijk de beslissing geworden is. Gisteren hebben we uiteindelijk een nieuwe beslissing van de crisiscel van de KBVB mogen ontvangen. Zij hebben uiteindelijk een nieuwe beslissing genomen op basis dat wij dus het weekend van 13 februari mogen hervatten met de competitie. Uiteindelijk wel nog conform uiteindelijk dat we de trainingen, de collectieve trainingen vanaf 15 januari kunnen hervatten. Dat wil zeggen dat wij toch redelijk verbaasd zijn met deze snelle beslissing. Waarom? Omdat toch de laatste weken hebben toch een aantal leden van onze werkgroep van Eerste Nationale intensief gewerkt en gebabbeld met de werkgroep van zowel de KVB voor Vlaanderen als ACFF. En daar hadden ze toch afgelopen week enkele scenario's op tafel liggen. Hadden we dan een rondvraag gekregen naar alle clubs toe. De meerderheid wou in feite een volledige competitie afwerken. Dat gaat dus met midweekwedstrijden zijn uiteraard. Maar dat is gisteren toch veranderd op tafel met de crisiscel. Dus gisterenochtend was er opnieuw een vergadering met onze werkgroep Clubs van Eerste Nationale als met de crisiscel KBVB. Daar hebben ze dus gezegd van kijk, een volledige competitie afwerken in deze huidige competitieformat is eigenlijk onhaalbaar. Dus wat zouden de clubs ervan vinden om een halve competitie enkel een heenronde af te werken? Goed, onze werkgroep kan natuurlijk niet voor de volledige Eerste Nationale clubs spreken. Dus hadden gezegd van kijk, wij gaan dat terugkoppelen met de clubs en we komen er zo snel mogelijk op terug. Maar die terugkoppeling is er uiteindelijk niet meer gebeurd, want de crisiscel heeft uiteindelijk dan gisteren zelf die beslissing genomen. Dus twee rare toestanden eigenlijk. Enerzijds houdt men geen rekening met de voorstellen van de meerderheid en anderzijds duwt men een beslissing door de strot, als het ware. Ze hebben inderdaad op eigen houtje dan een beslissing genomen. Maar goed, we moeten het ook positief bekijken. Ik ben heel blij dat er terug wat zuurstof, hoe dat ik het zelf noem, tevoorschijn komt. Niet alleen voor de clubs, maar ook voor spelertjes, ouders, medewerkers, vrijwilligers, noem maar op. Dat er toch licht aan het einde van de tunnel komt. Dus laat ons hopen dat wij het weekend van 14 februari kunnen hervatten. En om niet te vergeten, onze jeugdcompetitie is nog een week vroeger. Dat is het weekend van 6 februari. Dus ook voor al onze jeugdcategorieën zal het toch aangenaam uitkijken zijn naar een terug een competitieformat. Oké. Hoe zit het eigenlijk qua toeschouwers, qua kleedkamers, qua kantines? Daar hebben we tot op heden jammer genoeg nog geen antwoord op. Maar ik blijf er bij het merendeel van alle clubs in onze reeks. Waren ook voorstander van uiteraard kleedkamergebruik. En uiteraard toegelaten toeschouwers en horeca. Is dat ergens ook gelanceerd, dat dat een voorwaarde is? Daar hebben wij voor tot op heden nog geen enkele nieuws van ontvangen. Maar ik veronderstel dat ze daar toch rekening mee gaan houden. Is men ondertussen ook bezig met opnieuw een kalender samen te stellen? Wanneer, wie, tegen wat en hoe speelt? Normaliter was de kalender voor volgende week beschikbaar. Natuurlijk, door de nieuwe omstandigheden kan dat misschien nog enkele weken duren. Maar ik geloof dat onze kalendermanager van de KVB daar toch de komende weken mee naar buiten gaat komen. Juist. Anderzijds, coronacijfers zijn niet wat ze zouden moeten zijn. Dus er bestaat nog altijd de mogelijkheid ook dat er een protest, voor zover dat ik dat een protest mag noemen, of voor zover dat ik... kan het beter zeggen dat de Nationale Veiligheidsraad of het overlegcomité er nog een stokje voor steekt dan? De huidige stand van zaken geloof ik dat ze begin januari met de federale overheid nog eens samenkomen. Dus ja, dat gaat heel snel moeten gebeuren als wij inderdaad de collectieve trainingen 15 januari terug kunnen willen opstarten. Dus ik verwacht van de federale overheid, ik hoop op een positief nieuws, uiteraard gezondheid primeert. Maar als we daar positief nieuws krijgen en we kunnen die collectieve trainingen terug opstarten, dan is er voor mij nog een tweede fase belangrijk. Dat is inderdaad het toelaten van die toeschouwers en begin februari de horeca ten laatste. Zodoende dat we inderdaad onze competitie kunnen afwerken en toch kunnen uitkijken naar een positieve noot aan dit onvergetelijke seizoen. Ben je met mij eens dat er inderdaad nog een volgende aflevering zal komen in verband met Eropstart Eerste Nationaal? Wordt vervolgd. Inderdaad, zo is het. Dank je wel, Thomas.